Nou, je kent het vast allemaal van radio en tv. Wat ben je nou op de allereerste plaats? Ben je nou presentator, radio en tv, op de allereerste plaats of ben je dichter? Hij is al 50 jaar dichter. Sinds ik denk over na. Ja, denk er maar even over na, dan praat ik ondertussen door. Als iemand me vraagt wat ben je, dan zeg ik dat ik journalist ben. Die poëzie die hier ligt, die is er eigenlijk ook wel altijd geweest, hoor, tegelijk. Mm-hmm. Dus ik ben bijvoorbeeld eerder als dichter gedebuteerd in een tijdschrift dan als journalist. Mm-hmm. Dus dat was er wel eerder. Maar ik heb ook een lichte schroom om te zeggen als mensen aan je vragen wat ben je, dat je zegt, ja, ik ben 18e gedacht, maar ik wil leven van wat ik leuk vind om te doen. Van dingen waar mijn hart bij ligt. Nou, en dat is dus ook inderdaad gewoon stukken maken, interviews doen, wat dan ook. Dus daar ligt mijn hart ook zeker. En natuurlijk ook bij die poëzie, maar het een is niet eens zo makkelijk van het ander lossen. Die poëzie is uit een misverstand ontstaan. Oh, dat is goed. Wat voor misverstand? Ja, een vriend van mij die schreef gedichten en die had een dichtbundel gemaakt, maar die had die dichtbundel laten uitgeven door vrienden of door familie. Hij had geen uitgever gevonden, moet ik eigenlijk zeggen. Dus hij had het in eigen beheer gedaan. Daar is daar niks mis mee. Maar ik snapte dat niet helemaal. Ik zei, waarom heeft een uitgeverij dat niet gedaan? Ik zei, ja, dat is heel moeilijk. Want probeer het maar. Je stuurt zo'n tekst op naar een tijdschrift en dan krijg je het terug. Dus ik dacht, nou, dat is dan blijkbaar poëzie. Dus toen had ik op een gegeven moment een tekst. En ik was eigenlijk vrij onnozel, hoor. Dus ik vroeg aan hem, is dit nu poëzie? En toen zei hij, ja, ik weet het niet. Probeer het maar. En toen heb ik het opgestuurd naar Hollands Maandblad. Dat was een goed literair tijdschrift, nog steeds trouwens. En dat werd geplaatst. En toen dacht ik, hé, dat is grappig. Dat is toch wel heel naïef. Ja, maar dat kan. Hoe oud was je toen? Juist op je 18e, dan schrijf je dingen, dan weet je al dat het poëzie is. Nou, dat is nou juist de grap. Wat schrijf je? Wie heeft hier op zijn 18e allemaal poëzie geschreven? En was dat sentimenteel? Waren dat liefdesgedichten? Ja. Nee, we gaan het niet over hebben, we gaan het over jou. Dat schreef ik allemaal niet. Nou ja, wat er toen gebeurde is op zich wel grappig, want ik had dus in het Hollands Maandblad, wat toen, en nog steeds wel, maar toen zeker echt een goed literair tijdschrift was. Het was het tijdschrift van Bert Pol. Dat was ook de oprichter van het cultureel supplement van de NRC. En die man had een hele mooie, kwam ik later pas achter, een hele mooie houding. Die publiceerde Rijp en Groen. Mm-hmm. En dat moet je ook doen als tijdschriftredacteur. Er zijn heel veel tijdschriften die zijn heel streng, maar dat moet je juist niet zijn. Je moet ook op het moment dat je een soort idee hebt van die jongen die kan wel wat, maar het is nog niet goed, moet je plaatsen. En dan komt er misschien iets uit voort. En dat deed hij bij mij. Wat ik heel mooi vind is gewoon om je heen kijken. Om je heen kijken en dan dingen waarnemen, zien en verbaasd zijn over hoe gevarieerd dat kan zijn. En hoe raadselachtig soms ook. Dus daar heb je helemaal geen hooggevoelige gevoelens voor nodig. Ach, het is een beetje zoals wat Johan Cruijff zegt, hè? Je moet gewoon een organisatie neerzetten. Nee, echt waar. Je moet een organisatie neerzetten. En dan als je dat hebt staan, daarbinnen kun je de chaos toelaten. Ik had een opdracht gekregen van een tijdschrift om iets te maken over de stad. Dit is de visser uit die reeks. Wij Russen eten alle vissen die we vangen. De blauwe, die met de koolzwarte ogen, ook als ze me verliefd aankijkt. Ook de Russische president eet alle vissen die hij met zijn handen vangt. Alleen palingen eten we niet. Palingen eten Russen. Hiervoor heb ik heel veel gebruik gemaakt van... mijn vrouw werkt als onderwijzeres op een basisschool in Amsterdam. En die kleuters die moesten allemaal vertellen wat ze durfden. En dan werd het opgeschreven en dan werd het ook bijna een soort gedicht. Er was er één bij die zei, dat is briljant, daar kun je niet tegenop.
Ik durf nu een kabouter op te tillen. Ze gaat naar school. Nee, het huiswerk heeft ze niet gedaan. Maar ze weet het wel. Kip geven eieren en vlees. Koeien melk en vlees. Het konijn vlees en liefde. En van de botten worden dinosauriërs gemaakt. Maar het is wel een wereldbeeld. Beter om je heen kijken. Beter zien. Ik bedoel, waarmee ik niet zeg dat ik dan de situatie wil veranderen of wil verbeteren, maar zien. Mijn grootouders geloofden niet dat een mens op de maan kan lopen. We zonken bij de mogelijkheid van daar wonen in stilzwijgen. Mijn grootvader zag als kind bij het inspecteren van zijn strikken eens een engel vallen. Hij had haar gekalmeerd en verteld dat een van zijn eenden het vliegen ook was verleerd. Mijn ongeloof beantwoordde hij met schouderophalen en zei dat ik te jong was om het verschil te begrijpen tussen vruchteloos opstijgen en noodgedwongen afdalen. Maar dan realiseer ik me dat ik dat lopen door een stad, dat ik dat zo goed kan, omdat ik dat van, met die aandacht, omdat ik dat van hem heb geleerd. Hij kon echt heel goed kijken. Maar ik vind het zo wonderlijk dat jij zegt, engelen bestaan natuurlijk niet, de ziel bestaat natuurlijk niet. Terwijl er, terwijl er zoveel ziel in jouw poëzie zit. En zoveel engel. Ja, absoluut. Wil je... Ja, maar dan zijn ze er ook. Ja. Nee, maar dat is hetzelfde als met geloven. Ik bedoel, dat is ook niet geloven. Hier, de... befaamde schotel, schaal van de literaire zon Schilder en Van Est, gemaakt door Patty Schilder. Daar zo. Meenemen. Een mooi gebonden roman waarbij je aan die film Novecento moet denken. Ik zeg, ik hoop dat u dit boek cadeau gaat doen. Nou nee, zegt meneer B, maar ik zal de katerne voorzichtig van elkaar verwijderen. Ik zeg, ik ga de boekenpolitie op u afsturen. En zo kreeg deze dag langzamerhand haar kleur weer terug. Die kippen, jongen. En daar gaan we het vooral over hebben. Gerard van Emmerik. Die kippenjongen van dit boek, die kippenjongen ben je ook zelf?
Ja, nou, enigszins wel. Het is vrij autobiografisch. Oh, daar gaan we het uitgebreid over hebben, hoor. Ja, dat was het gek op. Maar even nog over de omslag. Er staat eronder Geert van Emmerik, snap ik. De Kippenjongen, begrijp ik ook. En dan staat er beklemmende familieroman vol verlangen, jaloezie en liefde. En het staat op de omslag. Ja. En ik vind dat zo treurig. Ik ook. En zo'n kitschelig. Jij was, net als de Kippenjongen van dit boek, ook enigst kind of enig kind. Ik weet nooit wat je moet zeggen. Enigst kind. Enig kind. Dan was je een enig kind. Ja, ik was eigenlijk een enig kind. Nee, maar... Nou ja, ik had heel oude ouders, dat was wel lastig. Het is ook net als in het boek dat na 22 jaar er toch nog een kind werd geboren. Ik heb nog nooit inderdaad zo dicht over mijn ouders, zo kloppend over mijn ouders geschreven. Op de een of andere manier, ja, mijn ouders zijn overleden, dus dat maakt het misschien makkelijker. Maar ja, ik had gewoon behoefte om dat op papier te zetten. Op vrijdag bracht een taxi haar en het jongetje thuis. Lucas wachtte in de deuropening, groot en zwetend. Mager ook, was hij afgevallen in die paar dagen. Gelukkig, zei hij, je bent er weer. En daarna keek hij naar het kind dat tegen haar borst lag te slapen. Wil jij, zei ze. Hier, je zoon, straks misschien. Het mini-jongetje opende zijn mini-oogjes. Voorzichtig tilde ze hem uit de wieg en maakte met haar mond kusbewegingen. Lief, van mij. Ja, hoe is dat om te schrijven? Lastig. Ik vind het veel makkelijker om over verzonnen figuren te schrijven dan over mijn ouders. Het is echt een lastige klus geweest. En ik merkte ook toen ik aan dit boek werkte dat ik had een moeilijke verhouding met mijn vader. Mijn vader is overleden toen ik 7 was of 8, dus ik kan hem amper herinneren. Maar als ik aan mijn vader terugdenk, dan zijn er een paar beelden en die zijn nogal negatief. En door dit boek te schrijven, het klinkt als Oprah Winfrey, maar ben ik wel nader tot hem gekomen. Dat is heel erg. Ja. Het raar is wel, ik begin meer en meer ook te geloven dat het allemaal zo gegaan is. Dat is ook heel vreemd natuurlijk. En, er zijn weinig mensen die mijn vader nog gekend hebben, omdat hij nu bijna 50 jaar dood is. En, maar er was laatst was ik ergens voor, er was een mevrouw die mijn vader nog wel gekend heeft. En die maakte bezwaar, die zei, je vader was helemaal niet zo gespierd. En, trouwens het hele boek vind ik, er zit een hele broeierige spanning in. Van Clement. Alsjeblieft, dankje. Alsjeblieft. Goedenacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Für den Tag, für die Nacht unter eurem Dach habt Dank. Für den Platz an eurem Tisch, für jedes Glas, das ich trank. Für den Teller, den ihr mir zu den euren stellt. Als sei selbstverständlicher nichts auf der Welt. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Habt Dank für die Zeit, die ich mit euch verplaudert hab, und für eure Geduld, wenn's mehr als eine Meinung gab. Dafür, dass ihr nie fragt, wann ich komm oder geh, für die Stehen.